Dit zijn de kaartjes voor de vissen. Voor mij. Mijn naam is Hinke Bakker. Dat is een grote groep die men kent. En voor die mensen, fijn dat je er weer bent. Ik ben er heel blij mee dat jullie abonneren. En nieuwe mensen, abonneer je. En ik kan mensen helpen voor mentale problemen en lichamelijke problemen. Maar ik kan ook spiritueel ontwikkelen. Of als je juist meer guiding wil hebben, zoals we hier met kaartjes doen, maar dan op een uitgebreidere schaal. Bijvoorbeeld wil in de flow komen of relatiereading of ja-reading, allerlei mogelijkheden. Wij gaan nou gauw beginnen voor jullie voor de maand mei, lieve vissen. En dit is de Angel Wisdom Tarot. Voor mij. Oh ja, oké. Even overnieuw. Ik wil één kaartje voor mij. Ja. Oké. En dan voor nu. Ja. En voor de toekomst. Voor mij. Dat is. Moet ik nog? Ja. Oké. Eens even kijken. Oeh, de Queen hebben we hier. En hier hebben we de 9 van bekers. Mooi. De Queen van Pentagrammen. Oké, de Koningin van Pentagrammen. En de 10 van Staven. En daar de Ridder van Zwaarden bij. Oké. We gaan eerst even kijken bij de Koningin van Pentagrammen. Koningin van Pentagrammen. En dan pentagrammen zijn van aarde. Hè? Gaan over geld of materiële zaken. Zij is dus genereus, praktisch, gracieus en materialistisch. En maakt alles eigenlijk positiever, mooier. Echt een familiemens. En houdt van haar huis of van zijn huis. En is praktisch. Je houdt echt van kunst en schoonheid en een gevoelige, ja, daarom is de koningin, hè, die gevoelige benadering. Oké, dan hebben we hier de 9 van bekers en dat is eigenlijk de wensen komen uit. Je dromen worden werkelijkheid, een magische tijd in je leven. En heb vertrouwen dat het universum het naar je toe brengt. Hè? Dus ga niet negatief, probeer niet negatief te zijn, maar het universum brengt het beste naar me toe. En je hebt al zoveel gedaan, hè? Je hebt al aan heel veel dingen gewerkt, maar nou komt het naar je toe. Oké, dan hebben we hier de 10 van staven. En dan ben je eigenlijk, dan sleep je eigenlijk alle staven met je mee. Hè? Dan ben je zo hard aan het werk. Je moet je balans in je leven brengen. Laat anderen je helpen. En het kan best zijn dat je toch ook een beetje in de lappenmand komt door je stress. Doordat je zoveel verantwoordelijkheden hebt. En daar zit dus de ridder bij die de oplossing brengt. Hè, want het is de ridder van zwaarden. Ja. Dat gaat heel snel. En dan zeggen ze, kijk, hier gaan ze zeggen sensitive approach. En hier gaan ze zeggen, ja, neem het met verstand. Dus dat mannelijke en het vrouwelijke mag in jezelf. Ik doe en ik voel. Maar hier mag je meer met je hoofd beslissingen nemen om rust te nemen dan met je gevoel. Want je gevoel zit toch al helemaal in de stress. Maar er komen opeens onverwachte veranderingen. Ja, dus opeens word je ziek of zo. Dat kan. Of eens merk je dat je een beetje overwerkt bent of... Er komen dus allemaal mooie dingen op je pad.
Alleen dan mag je ook nog de balans in je leven zetten. Hè? En daar kan ik je natuurlijk heel erg mee helpen. We gaan nog even verduidelijken. Welke kaartjes zullen verduidelijken voor de vissen? Kijk, bij 7 van pentagrammen, het ligt ook onder die koningin van pentagrammen, hè, dus het gaat over financiële gedeelte. Is ze tevreden met wat ze heeft bereikt? En is ze wel trots op wat ze heeft bereikt? En dat is die queen natuurlijk ook, hè? Dus, maar genereus mag je dus ook zijn. Dus je mag ook wel wat delen. Want je bent nog wel eens materialistisch, hè? Maar met delen krijg je ook weer wat terug. En dan hebben we het kaartje van de Fool. Dat is het eerste kaartje van de Tarot. En die staat voor de Cliff. En die heeft het allemaal al eens een keer gedaan. Hè? Al die 9 bekers zijn gevuld. Maar nou gaat het een keer op een andere manier. Hè? En je hebt er komt gewoon een nieuw leven aan. En dat brengt eerst nog een verdrietige situatie, maar het einde is in zicht. Hè? Dus het kan best zijn dat je even oververmoeid bent of even in een lappenmand zit. Maar het gaat allemaal heel snel weer voorbij. En 10 van zwaarden is ook echt. De tijd is nou gekomen dat je het achter je kan laten. Maar het is best moeilijk dat je echt een grote verandering krijgt, hè? Dan komt er een oud, diep gevoel nog naar boven. Dat moet even opgeruimd worden. En dan gaat die ridder er gewoon. Ja, en dat komt allemaal onverwachts, dat er allemaal mooie dingen op je pad komt. Als het allemaal nog niet wil lukken, of als het niet bij je resoneert en je zegt: nee, ik wil eigenlijk een eigen reading, kan dat dus bij mij. En anders heel veel licht en liefde. Ik hoop van jullie te horen. Dag!